Community dressing wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Kostuumvereniging, het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, het VSB-fonds en het Museum Spakenburg. En daarnaast waren er nog 82 andere donateurs in de crowdfundingcampagne. Heel hartelijk dank voor uw steun. In onze reis langs de verschillende streekdrachten van Nederland probeer ik verbanden en verschillen met de hedendaagse modewereld te ontdekken. Nu we zijn aanbeland in aflevering 3, waarin de dracht van Bunschoten-Spakenburg centraal staat, vind ik het tijd om terug te gaan naar waar ik in mijn vooronderzoek begonnen ben. Namelijk, kleding als symbool voor levensfases en identiteit. Er staan ons weer nieuwe ontdekkingen en ontrafelingen te wachten, waarvoor ik zelfs buiten Nederland op pad ben geweest. De streekdracht van Bunschoten-Spakenburg is een van de weinige streekdrachten in Nederland die nog steeds actief gedragen wordt. Dat wil zeggen dat om en nabij 135 dames in Spakenburg nog steeds de dracht dagelijks dragen. Dus mocht je een keer een bezoek brengen aan Spakenburg, dan heb je veel kans dat je gewoon iemand in het wild tegenkomt op straat in de dracht. Bunschoten en Spakenburg zijn door verschillende bebouwingen volledig aan elkaar gegroeid. Op de oude kernen van de twee dorpen na wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen Bunschoten of Spakenburg. De opmerkelijke streekdracht wordt in de hele gemeente gedragen, ook in het naastgelegen dorp Eemdijk. Deze plaatsen liggen aan de vroegere Zuiderzee en heeft zoals de meeste plaatsen aan het huidige IJsselmeer een visserijverleden. De haven is dan ook het bruisende hart van deze plaats en al helemaal op de jaarlijkse visserijdag, wanneer het hele dorp in haar eigen klederdracht gekleed is. Aan de haven vind je ook het Spakenburgse Museum, die permanent de streekdracht op zaal laat zien. Omdat de dracht nog steeds gedragen wordt, laten twee Spakenburgse diva's, Wimpie Blokhuis en Hendrikje Kuijs, mij zien hoe hun streekdracht wordt aangekleed. Ons model Wendy, de kleindochter van Wimpje, bood aan de zondagse dracht te demonstreren. Ja, dit is het lijfje. De dracht wordt aangekleed door te beginnen met een lijfje en een onderrok. Een onderrok in een gestreepte stof, welke aan de achterkant geplooid is. Dit is dan de zak. Het losse binnenzakje correspondeert met de sluiting van de wollen bovenrok, zodat je er altijd bij kunt, hoewel de zak voor de toeschouwer bijna niet te zien is. Dit is de bovenrok? Dit is de bovenrok. Maar zie, dat is gewoon een rak voor mij en hier is dat te koud. Ja, je bent langer dan je oma. Je bent langer dan je oma. Hoe oud wordt onder je zak toch? Ja. Een kelder. Ja. Dat is dezelfde stof als de rok. Zowel de kulder als de bovenrok zijn wanneer men volledig is aangekleed bijna niet te zien. Aan de kulder worden door middel van spelden ook twee losse boormouwen geplaatst. Er zat vroeger hier een boordje omheen, maar dat doen we nooit meer. Door een strijklint op haar hoofd te plaatsen, worden de haren op zijn plek gehouden. Dan ga ik dat haar een beetje toeperen, dat er een beetje, is het niet bol genoeg? Je hebt daar geen hulpstukken voor? Je doet niet iets van een... Nee. Iets van een sponsje of iets dergelijks eronder? Of nee, iets, er zit niks onder. Wow. Vervolgens wordt het haar teruggevouwen en opnieuw op zijn plek gehouden door bandjes aan het strijklint vast te spelden. Ja, echt. Het is heel mooi. Daarna volgt de zogeheten ondermuts. Een halfrond mutsje dat piepklein gehaakt en gesteven is. Met aan de binnenkant een zwart ondermutsje waardoor het motief mooi opvalt. Deze mutshaken kost de maakster ongeveer 100 werkuur. En dan haal je een beetje op. Wauw. Mooi hoor. Met alles op zijn plek volgt daarna de kraplap. Het kledingstuk dat is uitgegroeid tot het opvallendste pronksymbool in de streekdracht van Spakenburg. Het bestaat uit twee rechthoekige stukken katoen dat uit meerdere lagen bestaat. Die worden gesteven met stijfsel totdat ze uit zichzelf overeind blijven staan. De kleurrijk gebloemde kraplap wordt bij elkaar gehouden door een band dat in het midden aan de kraplap bevestigd wordt. Daarna wordt dit weer verhuld door de rode doek eroverheen te spelden. Wil jij die touwtje strekken? Wat is dit? Dat is een rode doek. Maar vroeger was dat een omsluitdoek. Dat steken we vast met een speld in de haak hier. Hier hebben we een haak over voor de schort straks. Als laatste volgt het schort dat het stukje heet. Een donkerblauwe katoen waarin plooien gestreken worden met een bovenstuk dat correspondeert met de boormouwen. En die plooien, is dat ook iets heel belangrijks? Heeft dat ook betekenis? Plooien, nee. En de vouwen, je strijkt gewoon de vouwen erin.
Maar niet, niet dat het een betekenis heeft. Nee. Mooi hoor. Ja. Lijkt nu nog steeds op oma Reinier, hè? Ja. Wanneer dames buitenshuis te zien zijn, heeft ze op koude dagen altijd haar groot jak aan. Meestal gemaakt van donker katoen met kleurrijke bloemmotiefjes. Omdat het groot jak gemaakt wordt om over de kraplappen heen te dragen, bestaat deze uit extra ruime patroondelen om het jak op het silhouet van de kraplap aan te passen. En hoe voelt dit nu voor jou? Zo, je zei net al vertrouwd, maar je zou hier gewoon in, bij wijze van naar Amsterdam toe kunnen of naar Utrecht shoppen? Oma schaamt niet als oma in kleedracht loopt en ik gewoon normaal, dan geen probleem, denk niet eens over na. Maar ik zou zelf wel even twee keer nadenken hoor, als ik zo echt naar... En waarom? Die in het dorp loopt vind ik geen probleem. Nee. Maar ik weet het toch, ik hou heel veel van mijn eigen kleren of zo. Dus dat weet ik niet zo goed. Maar voel je je nu ook jezelf? Voel je je ook, want je had het er net al over dat het vertrouwd voelt, maar... Ja, de ook... kleedracht zelf wel, de kuif vond ik wel een beetje aan wennen. Dat ik altijd mijn haar los heb, met die lange haren heb en nu heb ik het deze allemaal zo omhoog. En ik vind dat ik zelf best een rond gezicht heb, dus daar moet ik even een beetje aan wennen. Maar qua kleedracht zelf, het voelt ook niet, maar het zit ook gewoon normaal of zo. Het zit ook niet lekker. Dat het niet lekker zit? Nee, het zit gewoon normaal. Het zit gewoon lekker? Ja. Ja. Kijk, het is net als een couvertje eigenlijk. Als je in de burger bent, ga je op in de massa. Ja, dan ga je op in de massa en dan kijkt ook niemand naar je. Nee. Voor jezelf, dan zie je eruit als een idioot, zeg maar. Maar niemand kijkt. Nee. Absoluut niet. Mm. Je bent bang dat je een Spakenburger tegenkomt en dan denken ze, oh, hello. Ziet er niet uit. En nu voel je, ik weet ook nu altijd wat ik aan moet. En als ik in Burger ben en ik ga met vakantie, dan heb ik de hele koffer al uitgepakt. En denk ik, ja, nou dit, ja, dat kan niet, dat vind ik niet lekker. En, maar later wendt het een beetje, maar eerst in het begin, dan heb ik er zo moeite mee. Dan vind ik dat helemaal niet, vind ik dat echt niet leuk. Nee. En dan zit ik altijd met dat haar. Ik wil het niet af laten knippen. En dan wat vindt opa eigenlijk? Vindt hij eigenlijk... Nou, niet vindt hij jou... Ja, of natuurlijk als je kleding aan hebt. Maar vindt hij ook niet gek? Ook niet gek dat als je burger aan hebt? Nee, dat niet. Maar die zou het liefst hebben dat ik daar in het buitenland ook in klederdrijf ben. Dat doet dat... Ik zou het liefst zijn gewoon in mijn onderhoud meegegaan zijn. Dat ik dan wel iets vertrouwens van mezelf ben. Ja, dus. Ik kan me voorstellen dat ook als je dit je hele leven al draagt, dat het je tweede huid wordt. Ja. Dat het je bijna een huis voor je wordt. Zelfs. Ja, dit is het gewoon. Zonder oneerbiedig te willen zijn, doen de kraplappen van Spakenburg mij heel erg denken aan zo'n reclamebord, zo'n sandwichbord, wat je mensen wel eens op hun schouder ziet dragen voor reclamedoeleinden. En in wezen is het helemaal niet zo raar dat ik die vergelijking bijna meteen heb. Omdat het doel van een kraplap in wezen hetzelfde is. Het communiceert iets. Het communiceert iets over de persoon die het draagt. Namelijk de staat van rouw waarin ze zich verkeert. Variërend van hele zware rouw tot helemaal uit de rouw. De streekdracht rondom Spakenburg kent drie stadia van rouw met de volgende namen. Jarenrouw, ofwel in het zwart. Maandenrouw. Wekenrouw en in het rood, ofwel uit de rouw. Vroeger hanteerde men een nauwgezet voorschrift van hoe lang en wanneer je in welke rouwgraad gekleed ging. Wanneer men in de jarenrouw is, is de kraplap op haar donkerst in paars gekleurd. Dit is immers de zwaarste vorm van rouw. Men draagt deze kraplap tot 10 jaar na de dood van een dierbare, 4 jaar voor vader of moeder, 10 jaar voor een overleden zoon of dochter en voor grootouders, broers, zussen, zwagers en schoonzusters 2 jaar. Een weduwe bleef vroeger heel haar leven in de jarenrouw, tenzij ze hertrouwde. Daarna gaat men over in de maandenrouw. Maandenrouw wordt gedragen voor een overleden oom of tante en als overgang naar de wekenrouw. De wekenrouw is de lichtste vorm van rouw en wordt gedragen voor overleden neven en nichten of als laatste stadium tot een vrouw uit de rouw ging. Wanneer er een sterfgeval was in iemands eigen huishouden, ging niet alleen de vrouw des huizes in de rouw, de rest van haar familie, inclusief de kinderen, gingen dan ook gekleed in rouwkleuren. Hoe zwaar je in de rouw bent, en daarmee dus ook de kleur van je kraplap, laat zien op wat voor mate van rouw dat je verkeert en ook hoe dicht je bij die persoon stond. En daarmee laat je dus een respectvol eerbetoon zien aan je gemeenschap.
voor die persoon. Hoewel de regels rondom rouwdracht een heel strikt voorschrift lijken te zijn, gaan de meeste vrouwen tegenwoordig heel los, heel op een eigen manier, om met de vroegere regels. De een is dus wat strikter dan de ander. Ik vroeg me af hoe Hendrikje en Wimpje hiermee omgaan. Als iedereen kan zien hoe je je voelt, of je in rouw bent en in welke mate van rouw dat je bent, hoe is dat dan? Is dat wel eens eng of is dat juist heel prettig en vertrouwd? Ik vind het wel prettig en vertrouwd. Dan weet een ander ook precies hoe ze je een beetje benaderen moeten. En ja, dan vragen ze ook, wie is er dan overleden? Ja. Of gecondoleerd. Je wilt dan toch op een bepaald een beetje aandacht, denk ik, voor jezelf. Ja. Ja, vooral in het begin, ja. 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 Zo, ik kan me voorstellen dat de buren dan ook wel weten ze van, oh, die en die is net overleden, dus ze is nu in een hele zware rouw. Ja. Dat je dan even met rust gelaten wordt ook. Ja, nou niet eens zo, denk ik. Ik denk juist dat de mensen wel dan even een praatje met je maken. Ja, er zullen ook mensen zijn die je gewoon voorbij lopen, die dat een beetje negeren dan. Maar de meeste mensen nemen dat toch wel eventjes de tijd voor. Ja, ja. Doe je rouwdracht aan als ritueel van iemand overlijden? Of doe je dat letterlijk als communicatievorm? Letterlijk als iets van, ik voel me vandaag zo, dus trek ik deze kleur aan. Het is toch meer een ritueel, denk ik. Ja. Ah, het is een gewoonte, een gebruik. Ja. Ja. Het hoort je bij, het is een traditie. Mm-hmm. Als je niet zou rouwen over, bijvoorbeeld als Hendrikje niet zou rouwen over de zus, dan wordt er wel schande van gesproken. Mm-hmm. Maar dat doe je doet het wel uit respect. Ja, ja, gewoon als een soort van eer van mijn zus is er niet meer, maar ik wil haar eren. Ze, ja, ze is nog respect. Wel in mijn gedachten. Ja. Ja, ja. Maar het is niet zo, kijk, ik heb bijvoorbeeld geen vader meer. Al 10 jaar niet meer, dus in principe zou ik niet meer in rouw hoeven. Maar dat ik bewijs van, oh, ik mis mijn vader vandaag heel erg, ik ga in rouwdracht. Dat doe je niet. Nee, dat doen wij niet. Absoluut niet. Als je in het rood bent, ga je dus nooit zomaar een keertje in de rouw. Nee. Gewoon ook niet zo van, oh, ik vind deze kleur mooier, dit staat me beter. Het hoort op deze manier. Ja. Is het ook wel eens vervelend? Is het ook wel eens vervelend dat je zo, geeft het beperkte mogelijkheden? Nee. Of? Nou, voor mij niet. Nee. Maar er zijn wel mensen die hebben gewoon een ontzettend hekel aan rouwen. Mm. Ik snap dat niet. Nee, want daar hebben we toch ook een heleboel mooie kleren in. Ja. Ook in de rouw. Het is niet allemaal even somber. En dat je één dingetje hebt wat je iedere dag aan moet. En dat je niet helemaal in het zwart loopt, zeg maar. Zo is het niet. Ja. Nee. Ja. Maar hoe kan het dan voor sommige mensen iets vervelends zijn? Ja, die hebben een hekel aan ze donkere kleren. Ze hebben gewoon een hekel aan die donkere kleren. Mm. Dan zijn ze, ja. Ja, die donkere kleren, die betekenen natuurlijk ook iets. Ja, ja. Daarom snap ik niet dat ze daar dan zo'n hekel aan hebben. Mm. Want ik ben namelijk in de rouw getrouwd. Dat was mijn schoonvader overleden. En ik zal nooit vergeten dat we als bruidspaar bij moeder uit het huis kwamen. En dat er één dat ik zo hoorde van, oh god, die is in de rouw. Die is in het zwart, zo zei ze het. Ja. Mm. Dat vond ze zo lelijk waarschijnlijk. Ja. Nou, en het was eigenlijk hartstikke chic. Want het is zwart met wit en een glanzende rok en een mooie schort voor. Hebben mensen wel eens aannames op basis van wat jullie dragen? Op wat jullie aan hebben? Hoe bedoel je aannames? Dat ze commentaar hebben of zo? Nee, niet commentaar, maar eerder zo van, oh, zij komt uit Spakenburg, dus dan is ze heel streng gelovig of heel Dat denk ik wel dat ze dat denken. Ze denken ook dat het moet. Ja. Maar het moet niet. Nee, het moet niet. Het is puur je eigen keuze. Nou, anders zou iedereen in klederdracht lopen. Ja. Er staat ook geen regel voor. Maar dat is net als met het rouwen. Hendrikje doet nu een jaar. Er zijn erbij die zeggen, nou, ik vind een half jaar genoeg hoor. Er zijn er ook bij die zeggen, ik doe dat 2 jaar, want dat was mijn zus. Ja. Er staan nog geen regels voor. Dat is dan meer op eigen gevoel. Op eigen gevoel. En de ene die is, die is anders erin als de ander. Hmm. Er zijn ook mensen die als ze in de rouw zijn, dan komen ze gewoon de eerste pols niet buiten.
Dat hij vroeger ook heel erg. Dat is tegenwoordig wat anders. En vroeger vielen ze ook overal al over. Ja. Ja, dan houdt het dorpje een beetje sociaal in de gaten. Ja. En dan denk je, ja, dat moet ieder dag voor zich weten. Ja. Maar ze deden het ook uit schaamte, denk ik. Ja. Schaamte, ja. Hoe bedoel je schaamte? Dat wanneer ze al uit de rouw zouden gaan, dat het dan te vroeg zou zijn? Ja, en dat ze dan zouden zeggen van, nou kijk eens, ik heb ook niks om haar of om hem, of weet ik wat, want ze is al uit de rouw. Ja. Zou ik zo denken. Maar dat is niet meer? Of nee. Is dat voor sommige mensen nog wel? Nee, dat is niet meer. Maar ze zijn nu allemaal oud, ten eerste. En jonge mensen die kritiek hebben, die zijn er niet meer. Hmm. En ze weten niet eens wanneer je in de rouw bent, ja of nee. Ik denk dat Wendy dat ook geen eens zou weten. Omdat ik al wat kraplappen heb verzameld, leek het mij heel erg leuk om zelf te gaan experimenteren, hè, in de lijn met de rest van de documentaires, zelf te experimenteren met een eigen kraplap. Heel vroeger werden deze kraplappen, althans de stoffen voor de kraplappen, geïmporteerd uit het Verre Oosten. En heel af en toe werden ze door de vrouwen ook wel eens zelf geschilderd. Mijn collega documentairemaakster Sabine Bolk en ik zijn aan de slag gegaan met onze eigen kraplappen. Sabine heeft zich jarenlang gespecialiseerd in verftechnieken en batiks. En dus zijn we van plan een schildering te maken op een eigentijdse kraplap. Gebaseerd op onze eigen mate van rouw. Met een beetje hulp van een instructievideo op YouTube zijn we aan de slag gegaan. Wat wordt de betekenis van je kraplap? Ik heb me laten inspireren in eerste instantie door de hoorn des overvloed. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd wilde ik het hebben over rouw en misschien het missen van mensen. Dus het leek mij mooi om te werken met de hoorn des overvloed, maar dan eigenlijk dat er herinneringen uitkomen die gelinkt zijn aan bepaalde mensen. Ja. Heel melancholisch, best een romantisch ja, precies. Kraplapje. Dat het niet te zwaar is, dat niet in eerste instantie mensen denken van, maar dat het voor jezelf, dat je het ook een beetje bij je kunt houden. Ja. Dus je kunt dat je er niet per se over hoeft te communiceren. Precies. Leuk. Ja. Het namaken van een kraplap bleek met mijn eigen naaiervaring niet zo moeilijk te zijn. Het patroon was immers zo gekopieerd. Het stijven van de kraplap gebeurt door kookstijfsel in de stof in te wrijven, dat te laten drogen en later in vorm te strijken. Dit gebeurt op een zorgvuldige manier, waardoor de twee lagen damast en de bovenlaag van bedrukte katoen zo hard worden dat het overeind blijft staan. Waar we een beetje bij uitkomen is dat het maken van een kraplap eigenlijk niet zo simpel is als dat het lijkt, zal ik maar zeggen. Dat de mate van vakmanschap, van wat er in dat kledingstuk alleen al zit, dat eigenlijk iets is wat je als rookie niet kunt evenaren. En ja, heel bizar. En ik vind het jammer om erbij uit te komen voor de documentaire, maar dat maakt het respect voor de kraplap voor mij eigenlijk alleen maar groter, toch? Zeker weten, ja. Mocht je zelf een kant-en-klare kraplap willen kopen, dan raad ik je aan op de tweede woensdag van maart of de eerste woensdag van november naar de Spakenburgse Klederdrachtenbazaar te komen, waar de grote hoeveelheden kraplappen wachten om gekocht te worden. Als je zelf aan de slag wilt gaan met het maken van je eigen kraplap, dan staan de afmetingen of een kledingpatroon op onze website naast een instructievideo. In vergelijking met de streekdracht van Spakenburg is het straatbeeld in de mode opvallend somberder en een stuk oppervlakkiger. Behalve de kleren die we tijdens onze bruiloft of op een begrafenis dragen, wordt kleding bijna niet meer gebruikt om een levensfase aan te duiden. We laten ons makkelijk verleiden door marketing en logo's, terwijl modemerken niets vertellen over wie we echt zijn. Mode weerspiegelt in wat voor tijden we leven. Maar de confectiekleren die we in winkels kopen zijn behoorlijk eentonig en betekenisloos. Kloppen onze kleren dan wel met hoe we ons voelen? Of heeft marketing de betekenis van de mode opgeëist? Iemand die zich veel met deze vragen bezighoudt is Liedewij Edelkoort, de onbetwiste legende in de wereld van design, textiel en mode. Sinds de vroege jaren 80 hebben haar toonaangevende ideeën in verschillende disciplines van vormgeving de tendens van de tijd vastgesteld. Ze staat internationaal bekend als trendvoorspeller en curator van spraakmakende tentoonstellingen. In 2014 kreeg ze wereldwijde pers vanwege het manifest waarin ze verklaart dat het systeem van de mode dood is.
Daarom sprak ik haar op haar kantoor in Parijs. Wat ik geschreven heb in het anti-fashion manifesto is dat de systemen van de mode dood zijn. Mm-hmm. Niet dat de mode dood is. De mode is niet dood te krijgen namelijk. Dat blijft altijd. Dat is een soort organisme dat. Dat is iets wat van de eerste mensheid kan je, vind je al dingen waar we ons willen onderscheiden, waar opeens toch een geweven randje is, waar absoluut daar vanaf het begin van de mensheid, en het zal ook dus niet weggaan. Mm-hmm. Alleen de systemen om die kleding die we hebben nu, want dat kunnen we geen mode meer noemen, de kleding die we hebben, om die te maken, dat werkt dus niet meer. Die is door de systemen van de investeringen is er gewoon zo ontzettend veel wens tot gewin gekomen, dat eigenlijk het hele ding doodmaakt. Ja, niet leuk. Nee, het is gewoon Het is niet leuk, het is tegelijkertijd ook heel leuk, want er is er niks meer aan. Maar waarom is dat leuk dan? Nou, dan kunnen we iets nieuws gaan doen. Als we nu weten dat het helemaal... Het is makkelijker om met niets te beginnen. Ja, we weten dat het helemaal obsolet is, kun je gewoon zeggen van, nou, dan beginnen we helemaal van begin weer. Ja. Hoe komen we aan garens, hoe komen we aan vezels, hoe komen we aan stoffen, hoe maken we eigenlijk stoffen? Ja. Weet je, laten we daar nog eens een keer opnieuw over nadenken. Wat echt mode kenmerkt, is dat mode met een grote M bijspreekt, is dat het je helemaal verandert als mens. Dus dat je helemaal je anders gaat gedragen en anders gaat lopen en dat je helemaal anders voelt. En dat hebben we echt na Asdina Laya niet meer, God hebben zijn ziel, niet meer, hebben we niet meer meegemaakt. Dat missen we dus nu. Dus niet erg, ik kan ook gewoon zeggen, zo is deze periode, dat is nu eenmaal voorbij. Dat we zijn nu zo bezig met ons hoofd en we zijn zo bezig met onze communicatie en we zijn zo bezig met voedsel en we zijn zo bezig met onszelf, dat we hebben die kleren niet meer nodig. Dat kan, hè. Het zou kunnen zijn dat het voor altijd zo is. Wat voor gevolg heeft dat voor onze identiteit als mens? Ja, die halen we dus blijkbaar ergens anders vandaan. Ja. Maar de mens heeft wellicht minder identiteit en heeft minder identiteit nodig, want we willen liever samen zijn. Dus het gaat ook gepaard met dat nieuwe idee in de maatschappij, dat we dingen samen doen als team, als club, als groep. En dat is heel wenselijk en heel wezenlijk nu. Dus dat is alleen maar positief. Want het leuke is juist nu dat we kunnen én individu zijn én groep. Dus dat je als individu eigenlijk je individuele talent geeft aan de groep. Ja. Maar je blijft wel jezelf, maar je bent ook groep. Dus je hoeft niet meer overstag. En uiteindelijk denk ik dat we naar een hele andere maatschappij toe groeien. Die een heel ander ritme wil hebben, die heel anders wil leven, die heel anders wil produceren, die veel minder wil maken. Veel preciezer, veel beter kiezen. Veel meer plezier hebben ook daardoor, want het probleem nu is dat we geen plezier meer hebben in kopen. Nee. Er is echt niks aan. Het is geen zak aan. En je doet niet eens de tas open als je thuis komt. Nee. Zo saai wordt. Wat voor rol heeft marketing dan? Een grote en zeer gevaarlijke. Ja, ik vind het heel erg. Marketing heeft natuurlijk gezorgd dat we steeds maar opnieuw moeten maken wat al een succes was. Ja. En dan moet je alles maken wat bij het huis hoort, bij het merk hoort. Dan moet je nog maken die paar vormen waarvan gezegd wordt dat wordt het nu. Dus de trendvormen, waar ik dan verantwoordelijk voor ben. Ja, dan is er dus niks meer over wat je zelf kan doen. Dus je hebt ook überhaupt eigenlijk geen ontwerper nodig. Ja, heel, heel saai. Ik haak er een beetje op in, omdat ik las dat je op het moment dat je een magazine koopt, dat je eerst alle ads eruit scheurt, omdat dat al iets is wat... Nou, het is veel te zwaar. Daarom alleen al. Weet je, want ik koop het altijd op reis. Dus op de luchthaven sta je eerst te scheuren. Ja, scheurt. Nou, dan wordt Vogue zo dik. Ja. Nou, dan is er dit over. Ja. En dan is dit nog steeds dezelfde kleding die al in die advertentie stond. Ja. Omdat de merken niet je meer laten kiezen wat jij wil als tijdschrift, maar de merken zeggen, jij gaat dit fotograferen. Hoe ziet mode zonder marketing eruit?
voorlopig is dat nog niet zo. Nee, maar stel we kunnen de resetknop indrukken en marketing is niet meer. De intuïtie van de mens is heel sterk. Mm. Wat die wil en waar die naartoe wil. En dat onderschatten we eigenlijk. En het wordt ondersneeuwd doordat we zeggen, jij wil dit. Ja. Weet je, dit is nou echt helemaal van jou. En we vragen eigenlijk niet aan die persoon, wat denk je zelf eigenlijk, wat ze eigenlijk heel graag willen. Nu komen er in de toekomst dus processen voor maken, waar je van tevoren iemand helemaal uitvraagt en dan dingen helemaal maakt op de smaak van iemand. Dat is niet meer couture, want dat kan helemaal met nieuwe productiesystemen. Mm-hmm. Er zijn altijd mensen die zeggen, ik had zo graag een rode trui en ik kon hem niet vinden. En dan een jaar erop is het wel. Zijn er in één keer alleen maar. Ja. En dus in principe zijn er een heleboel mensen die een gevoel hebben voor stijl en voor tendensen en kleur. Alleen wordt het niet ontwikkeld, het wordt niet, krijgt er geen les in. Want zelfs modestudenten vandaag de dag, die hebben gewoon confectiekleren. Ja. Die hebben niet meer eigen kleren. Dus dat is heel raar, die maken kleren voor een soort geheimzinnig doel, maar die hebben zelf doen niet mee. En als je dus vraagt aan ze, maak ik je eigen kleren die je aandoet, nou dan... Klappen ze dicht. Later vinden ze het ook wel fijn natuurlijk. Ja. Maar dan, ik denk uiteindelijk dat de mens het humane wint. Mm. Maar dat zou wel een hele grote strijd worden. Ja. Dankjewel. Welkom. De gesprekken in deze aflevering hebben mij erg aan het denken gezet over mijn eigen kledingkeuzes. Met name als ik kijk naar de kledingkeuzes die ik na de dood van mijn vader heb gemaakt. In de 10 jaar tijd dat hij er nu niet meer is, heeft mijn kledingkast een enorme transformatie doorgemaakt. En stapje voor stapje heb ik steeds meer leren toegeven en mijn kleren leren maken als een soort reflectie van hoe ik me voel. Dus eigenlijk ben ik als het ware, zoals de Spakenburgers, van in het zwart naar in het rood gegaan. Hoe kunnen we mode gebruiken als reflectie van het leven dat we leiden? En hoe zou mode eruit zien zonder marketing? Zouden we ons dan nog steeds laten verleiden door logo's en campagnes? Of worden we dan uitgedaagd onze eigen keuzes te maken? Ik voel me het prettigst bij mijn eigen kleren te maken. En zoek naar authenticiteit die vanuit het hart komt. Misschien is dat wat het verschil tussen mij en de draagsters van de streekdrachten zo klein maakt. Het moet natuurlijk wel af, hè? Dat... Ja, dat vind ik zelf ook eigenlijk geen oorbellen. Ik ben net een kerstboom zonder ballen. Wat? Een kerstboom zonder ballen? De volgende aflevering gaan we naar het voormalige eiland Urk. En daarvoor hebben we speciale aandacht voor het onderwerp gender in de mode. Vergeet niet op YouTube je te abonneren op het kanaal van Fragments, als je dat wilt. En ik zie je graag de volgende aflevering weer. Doei!